het moment dat je de allereerste keer je plaat volledig in je handen hebt en dat je dan je plaat luistert en voelt dat klopt, dat je verhaal klopt, dat is de meeste voldoening. Eigenlijk hebben we iets gedaan wat we daarvoor nog niet hebben gedaan. Dat is gewoon een chalet afgehuurd en in de Ardennen gezegd, we zijn weg voor 2 weken. Al het materiaal dat we hadden in een busje gestoken, naar daar gereden en beginnen jammen en opnemen. Maar dan hebben we ons echt goed kunnen verliezen in de muziek en dat heeft echt wel heel veel deugd gedaan. En we hebben echt gewoon keiveel gespeeld. Dus daar hebben we wel goede bouwstenen gelegd voor de plaat. Op zich een eerste idee maken, dat is niet moeilijk. Het is dan nadien dat nummer uitwerken tot een afwerknummer dat het moeilijkste is. Dus we hebben zo wel een paar sessies nodig gehad om echt goed aan die nummers te werken. Er zijn magische momenten tijdens het samenspelen. Ja, je voelt elkaar gewoon aan. En dat is wel iets dat echt, vooral die groove tussen ons twee, is wel echt sterk geëvolueerd. Zeker de laatste 4, 5 jaar. En ik denk dat ook echt vooral te danken is aan gewoon zoveel te gaan spelen. Die micro staat verder en die klank komt later binnen. Dat is die latency weer. Daar staat die niet aan. Jawel. Het grootste verschil nu is eigenlijk dat we het praktisch bijna zelf helemaal gaan opnemen. En dat we het zelf ook aan het produceren zijn. Ik vind dat dat zonder producer wel veel moeilijker is, omdat je normaal... Oké, dat is een vertrouwenspersoon dat je erbij pakt, waarvan dat je zijn mening hard apprecieert. En dat je weet, oké, die kan altijd van een soort afstand naar je nummer kijken. En je dan ze op bepaalde momenten tips geven. En nu, ja. Ik denk door de ervaring van alle jaren dat we er wel klaar voor zijn. En dan ook is er ook altijd nog een technieker in de studio dat wel in de andere ruimte wat meeluistert. Het voelt voor ons een goede manier van werken, omdat we ook al 4 platen hebben gedaan met producers. En dat we nu zoiets hadden van oké, we gaan dat een keer zelf doen. Er is genoeg ervaring van in de studio te zitten en hoe dat eraan toe gaat. En ook genoeg ervaring van onze instrumenten, hoe dat we die bespelen. Dus dan kan er weinig mislopen, toch? Yeah, yeah, aha, aha, tsu, tsu. 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 Yeah, yeah. Het is nu onze 5e plaat en dat is precies zo. De 1e plaat, dat was heel naïef en makkelijk om te maken. En per plaat gaat altijd dieper in jezelf gaan graven naar waarover dat je het wilt hebben en je leert gewoon op een betere manier hoe dat je daarover kunt zingen of schrijven en daarom denk ik wel dat nu onze persoonlijkste plaat al is van allemaal. What's your deepest fear? Lose your sight or lose your hearing? Na 10 jaar samen muziek maken voelen we wel echt waar dat je naartoe wilt of wat dat de juiste keuzes zijn. Dat voelen we altijd wel snel aan. En dan denk niet dat je mocht gaan voor compromissen in muziek en dat je echt moet gaan voor uitgesproken keuzes. En dat je dan tot goede resultaten kunt komen, omdat dan heel hard daar iets in zit van jezelf. In theorie zou deze neig zijn, maar het werkt niet. Nee, nee omdat die... Ja... Omdat die galm eraf is. Fuck, die plaat. We zijn er nog niet. We zijn er totaal niet. Gaat dat hier ooit wel lukken? Die momenten van
twijfels zijn er wel geweest, ja. Dat is dan, omdat we ook de ruimte hadden om te proberen, dan was het soms inderdaad wel hele hoge pieken en hele diepe dalen waar dat we zijn doorgegaan bij het maken van die plaat. No time for breakfast, no more than sex. He's got a clock to watch. Happy faces on the train. At least that's what it nu was het wel moeilijk om die plaat dan op een moment los te laten en zeggen die is klaar nu, want sowieso is het gewoon dat je jezelf oplegt om te proberen een betere plaat te maken dan dat je ooit al hebt gemaakt. Misschien is dat ook wel bewijs dat het echt wel echt een heel persoonlijke plaat is. Dat niet alleen de teksten, maar ook de muziek. En dat daarom zo goed is dat we dat allemaal zelf hebben gedaan. Omdat we daar echt zoveel ons eigen hebben kunnen insteken.